moestuinliefhebbers. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog. En ik sta weer in mijn moestuin tussen de buien door, want het is deze week echt wel raak met de buien. Iedere keer als ik in de tuin aan de gang wil, komt er weer een buitje en dan was het droog. En dan kwam het bij mij met het werk niet uit. En zo ben ik de hele week al een beetje bezig met op en neer in de moestuin. En valt het eigenlijk niet mee om te filmen deze week. Maar goed, ik heb nu gelukkig toch weer even een droog momentje. En ja, ik ben eigenlijk een beetje aan het opruimen in de moestuin. En ja, zoals gezegd, ja, heb ik er eigenlijk verder niks van kunnen filmen van de week. Met al die regen. En ja, wat ben ik allemaal aan het opruimen? Allemaal planten die het eigenlijk niet meer doen. Ja, de pompoenen ben ik ondertussen ook aan het oogsten. Maar daar loopt het blad ook heel erg van terug. En dus die ga ik er ook allemaal uithalen, zachtjes aan. Ik heb hier nog aubergine planten staan. En even kijken dat jullie het zien. Ja, hier zo, maar ik zal de camera dadelijk wat even draaien. Daar komen nog wel wat aubergines aan. Maar dan moet ik even kijken of dat ze nog afrijpen. En anders moet ik ze misschien toch allemaal maar oogsten. Maar er zit er ook nog bij waar een bloemetje in zit. Maar ja, ik vraag me af of dat er met deze temperaturen nog een vruchtje in komt. Maar goed, zolang ze er nog best wel fris en fruitig uitzien, laat ik ze dan toch nog even staan. Maar ja, zo zachtjes aan wordt het dan toch wel weer wat kaler in de moestuin. Ik heb ook nog snijbonen, heb ik er nog staan, want daar wil ik eigenlijk zaad van winnen. Maar de bonen waren nog niet echt goed opgedroogd. En ja, en met al die regen zal dat natuurlijk niet echt lukken. Misschien moet ik de bonen, de peulen, naar binnen halen, dat ze daar verder kunnen drogen. Maar ja goed, dan moet ik dan eens even bekijken nog wat ik daar mee ga doen. En de groenbemester die we vorige week hebben gezaaid, die komt al uit. Ja, is misschien ook geen wonder met al die regen. Dus water genoeg gehad. Dus die zou toch vlot kunnen gaan groeien. Dus ik draai even de camera en dan kunnen jullie even meekijken. Ja, kijk, de aubergines. Die staan er nog best goed bij, die planten. Die hebben het fantastisch gedaan dit jaar. Ik heb nog nooit zoveel aubergines gehad als dit jaar. Ongelooflijk. Kijk, en hier zitten nog bloemen in. Ja, of dat die dan nog bevrucht gaan worden, is natuurlijk een tweede. Of dat er nog iets van terecht komt. Het lijkt er. Het lijkt er wel op, wilde ik zeggen. Dat er hier bij deze nog een vruchtje komt. Maar goed, we wachten maar rustig af. Kijk, en ik heb er hier toch nog wat vruchten in hangen. Dus daar ben ik dan nog blij mee. Kijk, maar deze die is nog rijkelijk groen aan de buitenkant. Kijk, en ik verwacht niet dat hij nog flink bijkleurt. Maar hij is eigenlijk nog niet rijp om te plukken. Dus ik laat hem toch nog eventjes hangen. En dan zien we wel wat het wordt. Ja, en dan heb ik hier langs de prei staan. Dus die doet het dan verder. Gaat die ook mooi. Die staat er goed bij. En nog knolselderij. Ja, het wordt toch weer ook echte soepen weer, vind ik. Hier nog een paar bietjes. En dan staan hier nog wat worteltjes. En dan heb ik hier nog bloemen staan. Ja, en daar in de verte. Kijk, dat is bijna ook een groenbemester. Laat ik staan. De Oost-Indische kers. Ik heb dat 1 jaar gezaaid gehad. Het eerste jaar. En het komt ieder jaar terug. Ja, daar hoef je echt geen moeite voor te doen. Die blijft komen. Hooguit een keer de plantjes verplanten op een plek waar je ze liever hebt staan. Maar voor de rest is dat een heel gemakkelijke plant, moet ik zeggen. Ja, hier staan nog wat uitgebloeide zinnias. En een stokroos.
Ja, dit is nog een zonnebloem die spontaan opgekomen is en die nu ook helemaal teruggelopen is. Dus je had nog meer wortels en nog prei. Heb ik hier nog een rijtje aardappels staan. Ja, en dan komen de viooltjes komen erop te staan. Die hebben zichzelf ook uitgezaaid. En die laat ik gewoon mooi staan tot het zover is. Ja, kijk, hier bij de aardbeien moet ik nodig weer aan de gang, want het is heel regenachtig geweest, zoals ik zei. Ja, en de aardbeien die verdwijnen bijna hier tussen de jonge plantjes van de klaprozen. Want ik weet niet of jullie het nog weten, maar ik had afgelopen jaar heel veel klaprozen spontaan tussen mijn aardbeien staan. En die heb ik laten staan, want ik vind klaprozen dan toch wel hele leuke bloemen. En ik denk, ja, ik laat ze groeien. Die zijn wel uitgebloeid als mijn aardbeien gaan afrijpen en vruchten gaan maken. Maar dat was niet. Dat was dus niet echt een goed plan. Nu dacht ik, dus ik heb eigenlijk weinig aardbeien kunnen plukken dit jaar. Ik heb wel weer opnieuw een beetje uitgeplant van de uitlopers van de aardbeien, zodat ik volgend jaar wel weer aardbeien heb. Maar nu dacht ik dat ik toch op tijd ben geweest met de zaaddozen weg te halen van alle klaprozen, maar blijkbaar niet. Het heeft zich toch nog uitgezaaid, zoals jullie zagen. Het kijkt helemaal groen van het nieuwe klaprozenzaad. Dus dat ga ik dan nu wel verwijderen. En dat ik volgend jaar wel aardbeien heb. En niet net als dit jaar dat ik er bijna geen kon plukken. Ja, dat is dan toch wel jammer. Ik vind dat persoonlijk zelf wel altijd moeilijk. Want om een afweging te maken. Want ik hou ook van heel erg van bloemen. En dan om dan ja, de bloemen dan zo weg te halen. Ja, dan denk ik, ja, ik laat ze zitten. Maar ja, soms moet je toch, omdat je anders geen groenten of vruchten hebt natuurlijk. Dus ik probeer daar altijd een beetje een middenweg in te vinden. Van alles wat zelf spontaan uitgezaaid heeft. Om ja, te kijken of dat ik het kan verplanten. Of dat ik het kan laten staan. Of ja, toch helaas moet verwijderen. Want ja, je kunt nou eenmaal niet alles hebben. Dat blijkt dan wel weer. Dus daar moet ik nog mee aan de slag. En dan heb ik daar het groenbemester gezaaid. Ja, en daar waren we natuurlijk ook naar op weg. Dus die zal ik even laten zien. Nou, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Maar hier komen al allemaal, zie je, kleine plantjes uit. En deze witte sliertjes, dat zijn ook zaadjes die gekiemd hebben. Het zijn allemaal kiemen. Ja, en dan van die hele kleine groene plantjes komen er al aan. Dus het is mooi aan het opkomen. Dus ja, daar ben ik dan weer blij mee. Dat het allemaal mooi opkomt. Ja, de dahlia's, zolang het gaat, laat ik die er ook nog in zitten. En zo gauw het dan een keer gaat vriezen. En, of echt heel koud wordt. En het blad wordt allemaal bruin. Nou, dan knip ik ze tot zo'n stuk boven de wortels af. En dan bedenk ik op dat moment even of dat ik ze eruit ga halen en droog en schoon opberg. Of dat ik ze in de grond laat zitten. Ik heb ze afgelopen jaar in de grond laten zitten en met een flinke laag houtsnippers afgedekt. En ik moet zeggen, het is goed gegaan. Ik ben er eentje verloren. Even kijken. Ja, één dahlia is niet meer op komen dagen. Dus, maar die deed het vorig jaar op zich het hele seizoen al niet zo goed. Dus misschien dat het daar ook aan lag. Dat de knol niet echt gezond meer was. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Ik bekijk dan even of dat ik ze ga rooien of in de grond laat zitten. Maar ik ga ondertussen wel even verder naar voren lopen. Want ik was ongeveer halverwege begonnen met jullie de aubergines te laten zien. En dan wil ik jullie even de andere kant van de moestuin ook laten zien. En dan ben ik weer bij mijn pompoenen en de siervruchtjes. En dan zullen we even draaien met de camera. Kijk, ik heb nog eikenbladsla. Ik heb hier nog wat andijvie. En hier staat nog rucola. En daarachter, ja, een courgetteplant heb ik ook nog. Die doet het ook nog wel redelijk. Daarachter heb ik ook nog veldsla, eikenbladsla en zomersla. En die gaat eigenlijk ook allemaal goed.
Dus daar kunnen we ook mooi nog van oogsten. Kijk, ja. Staan nog sperziebonen, die moet ik er nog uithalen. En dan ga ik dan ook weer groenbemester zaaien. En dan heb ik hier nog een rij met bloemen, met zinnias. Ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek. En daarachter stonden nog wat korenbloemen tussen. Nou, in ieder geval van alles. En dan heb ik hier de koolplant. Alleen, daar zijn anderen al bezig geweest. Dus ik denk dat er heel veel slakken in zitten. Of ik heb ook nog koolweetjes zien vliegen. Ja, deze week niet met die regen allemaal, maar vorige week. Dus misschien hebben die rupsen nog allemaal gegeten. In ieder geval de rupsen en de slakken. En ik zie ook dat hij wat last heeft van luizen. Zoals jullie kunnen zien. Kijk eens. Dus dat is misschien ook een probleem. Dus ja, er zit er best veel op. Nog meer als ik in eerste instantie dacht. Dus ik hoop dat je het nog een beetje redt en dat ik toch nog wat spruiten krijg. Want er zitten hier nog wel de knoppen op om spruitjes te gaan maken. Kijk hier. Dus ik hoop dat je het redt, dat het nog iets wordt. En de boerenkool die staat er wel helemaal goed bij. Daar valt niks van te zeggen. Ik heb hier nog wat rode kool. Ja, dan moet ik ook de vorst in de gaten houden. Want de rode kool die kan ook niet echt goed tegen de vorst. Maar die doet het nog goed. Ja, het blad is ook een beetje aangetast. En ik moet zeggen, ik had van de week een witte kool. Dat is hetzelfde verhaal. Ja, die kan ook niet goed tegen de vorst. Dus die moet je ook op tijd oogsten. Maar ja, is ook al een stevige kool. Maar die had ik eruit. En dan zit er toch aan de binnenkant van de kool. Zaten er toch ook verschillende slakken. Maar goed, die verwijderen. En dan kunnen we toch goed eten nog. Ja, dan staat er ook nog een verdwaalde koolrabi. Die gaan we binnenkort nog eens meester maken. Dan heb ik hier nog wat sperziebonen ook nog staan. Die gaan er ook uit. En dan ga ik er ook nog groenbemester zaaien. Ja, en dan heb ik hier de snijbonen. Kijk, en het zijn hele bonen nog. Maar ja, ze moeten dan nog even afrijpen voor het zaad. Dus ik twijfel even of dat ik ze nog zal laten hangen. Even het weer in de gaten houden, want als het nog allemaal weer zo regenweer wordt, dan haal ik ze misschien toch maar binnen. Maar en anders laat ik ze nog even hangen, zodat het toch nog wel iets meer kan indrogen. Dat ik betere peulen heb en zaad voor het volgend jaar. Ja, en achter de snijbonen hebben we nog de kousenband. En dat is hetzelfde verhaal, die heb ik hier eigenlijk ook nog hangen voor het zaad. Kijk, en die moet ik dan binnenkort ook naar binnen halen. Ja, en dan is het hier nog allemaal Oost-Indische kers. En aan die kant ook. Ik zal daar even naartoe lopen. Ja, en dan heb ik hier een hoopje geharkt nog. Met de tamme kastanjes, met de bolsters. Ja, was jammer dat het niet met die rolstok ging. Maar ja, die heb ik hier liggen. Die gaan bij mij in de GFT-bak. Want ik vind die pikkers zo naar. Om tegen te komen weer in het voorjaar. En het duurt best lang voordat het gecomposteerd is. Dus die moet ik zeggen, die doe ik eigenlijk altijd weg. Ja, en hier stonden de ertjes aan. Ja, daar is ondertussen de Oost-Indische kers tegenaan aan het groeien. En dan hebben we hier nog de rabarber. Die nu eigenlijk pas gaat liggen en terug uitgaat. Die heeft er eigenlijk altijd nog best goed bij gestaan. En daar nog een rabarberplant, citroen, melisse. En ik moet daar nodig mijn rozemarijn snoeien. Die groeit ook heel erg enthousiast. Ja, dat was een rondje moestuin.
En mijn moestuin is trouwens zo een 4 meter breed en een 20 meter lang. Dus het is best wel een oppervlakte. Daar ben ik super blij mee. En ik ga dus nu nog alles een beetje opruimen, zachtjes aan. De groenbemester nog zaaien en de tuinbonen, die ga ik trouwens ook nog zaaien. Want ik zei net, ik haal hier nog sperziebonen weg en dan doe ik daar groenbemester in. Maar hier op een stukje waar de sperziebonen hebben gestaan, daar ga ik de tuinbonen nog zaaien voor snelle teelt. Zodat we vroeg in het voorjaar eigenlijk tuinbonen kunnen oogsten. En dan heb je minste last van de zwarte luis in de bonen. En de tuinboon die kan ook wel redelijk tegen wat koude periode. Dus dat is op zich dan ook wel fijn. Heb je de knoflook nog niet in de grond zitten, dan kan dat ook nog. En voor de rest, ja, was het dat eigenlijk? Voor mij althans, voor dit seizoen. Want ik ga hier verder niet veel meer doen. Mijn moestuin die gaat eigenlijk een beetje in de ruststand. En ik ook. En dan hoop ik dat ik jullie volgend jaar in het voorjaar weer mag verwelkomen bij een heel nieuw tuinseizoen. En ik wil jullie super bedanken voor het afgelopen jaar, voor alle steun en de reacties en het kijken. En ik zie jullie graag volgend jaar weer terug. Oh ja, geniet nog van de feestdagen die eraan komen. En ja, alle beste alvast voor het nieuwe jaar. Klinkt natuurlijk gek, omdat het dan eind oktober is. Maar ja, voor je het weet is het alweer zover dat het nieuwe jaar alweer zich aandoet. Ja, ik vind het altijd ook snel gaan. Het weekend wordt de klok verzet. Zaterdag en dan worden de dagen echt korter en dan gaat het ook altijd rap, vind ik zelf, naar de feestdagen toe. En ja, dus daarom zeg ik graag tot volgend jaar bij een nieuw tuinseizoen van Jolanda's Moestuin. De groenten!